Inderdaad. Inderdaad, je weet dat niet. Dus ik ga iets super leuk doen met het bad. Ik kan nu een keer op het idee om eens te proberen door deze in het bad te gooien. Ja, we zien wel wat we er voor de rest mee kunnen doen. Wat er ook gaat gebeuren, ik weet het ook niet. Dus het hangt allemaal een beetje af, ja, van hoe het zal zijn. Het zal natuurlijk wel donker zijn, ook voor te vloggen. Dus je ziet er het water in. Het is niet gekleurd water. Dus ik ga dit even openmaken. Dus dat gaan we even doen. Dus we maken het even open. Die poes denkt, wat gebeurt er allemaal als er een zwembroek? Dat gebeurt niet vaak. Dat is ook waar, dat gebeurt helemaal niet vaak met een zwembroek. De gebruiksaanwijzing zit er ook altijd bij. Dus dit zijn ze. Dit zijn ze dat we gaan doen en dan gaan we ze in bad gooien. Dus we moeten ze dus ook voor één keer allemaal echt gaan kraken. Dus dat moet. Dan zien we een keer wat hoger kan. Dat is al beter. Ik ga de gedem ook even pakken. Zo. Ik wil het misschien ook nog op TikTok zetten. Dat lijkt me ook wel leuk. Ze zijn goed gekraakt. Ik ga dat straks eventjes wel even filmen voor haar. Zo, en dan gooien we die in bad. Dus ik ga ze één voor één in bad gooien. Dus ik ga er nog een paar in doen. Je weet dat ik altijd gek ben, dus gek zijn doe geen zeer zeker. Je kunt ze achteraf in die diefries steken, dus dat gaan we ook nog eens doen. Dat is dan binnenkort dat we dat gaan doen. Allee, we steken ze direct vanavond in de diefries. Dus sowieso. Ik vraag niet wat ze gekocht zijn, want ze zijn van Stijn. Dat ik ze gekregen heb, dus als je dat wilt weten, dan naar Stijn moeten sturen. Zo. Ja, dus en ik ga die even allemaal doen en dan ga je mij zo. Je kunt zien dat ze erin zitten, dus dat is al één punt op de bodem. Ik heb ook mijn zwemkleren al aan, zoals je kan zien, mijn mooie zwembroek. En dat kunnen we er nu in gaan, maar we moeten natuurlijk nog maar één ding doen en dat is het licht uit doen. Dus dan gaan we eventjes. We zitten hier, voilà. Dus het resultaat normaal gezien kun je er nog meer in doen, maar ja, dan moet je er wat meer hebben. Dus ik ga er even in. Zo, ik zie dat mijn camera erin valt, want dan ben ik geschost. Prachtig toch. Echt heel mooi. Zo ziet het er dus momenteel uit. Dus heel mooi. Het heeft ook wel heel veel effect. Nou, dan leg ik ze erin. Ik denk als je er wat meer in doet, dan nog wat meer effect gaat zijn. Echt wel mooi. Prachtig. Ik vind het zeer mooi. Hoe het eruit ziet. En dat ik kaas zo. Echt wel geslaagd. Dus,
zo zie je mij natuurlijk niet goed. Maar het is echt wel donker, zoals je kan zien. Maar ik weet echt wel in een slaagpunt. Prachtig. Heel mooi gedaan eigenlijk. Toppie. Een top idee. Dus dit gaan we in de diepvries leggen. En dat gaat eenmaal in de diepvries. En dan gaan we dat morgen bekijken of wat dat inderdaad nog marcheert dan. Dus hier liggen ze in. Zie je. Vond jullie het een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.